Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. En het is sinds heel erg lang eindelijk weer een Action Shop log. Ik ga echt best wel vaak naar de Action, maar ik koop gewoon steeds niet genoeg voor een shop log. En ik zag op YouTube weer wat Action Shop logs voorbij komen. En ik merkte dat ik daar zo blij van werd. Ik dacht, yes, ik wil weer gaan. En ik weet wel dat ik op een gegeven moment te vaak ging en daardoor was het gewoon niet echt leuk meer. En nu was het toch wel een tijdje niet echt geweest dat ik echt naar alles ging kijken. Wat is er? Dus nu ging ik weer. En ik zag echt heel veel leuke dingen. En ik heb denk ik ook best wel dingen waar jullie echt wat aan hebben. Ik ben niet iemand die dan allemaal schoonmaakspullen gaat laten zien en zo. Want dat vind ik altijd een beetje saai. Ik heb echt wel hele toffe dingen waarvan ik denk, hopelijk hebben jullie er wat aan. Ik heb home dingen en verzorgingsdingen en echt eten en allemaal hele leuke dingen. Dus vind je het leuk dat ik weer een Action Shop blog heb? Doe even je duimpje omhoog. Ik heb mijn nieuwe Adidas trui en ik vind het helemaal leuk. Laten we beginnen. De prijs ga ik in de beschrijving zetten, want dat maakt deze video een stuk minder rommelig. Allereerst heb ik een spiegel. Een spiegel gekocht. Kijk, nu zien jullie hoe ik hier zo zit. Hallo. Een spiegel. En ik vond hem wel heel erg vet, want hallo licht. Ik wil iets meer. We hebben eigenlijk een beetje een, hoe noem je die stijl? Scandinavische stijl in huis. Maar ik wil toch wat meer zwart in huis. Wat meer metaal en een beetje mix met industrieel. En ik vond het wel grappig, want eigenlijk is deze spiegel best wel Scandinavisch. En dan die buizen eromheen maken het weer heel industrieel. En Ruben is er niet, dus ik ben heel benieuwd of hij het mooi vindt of niet. Wil je trouwens zien hoe ik alle dingen, hoe het in ons huis terecht komt, moet je even de weekvlogs volgen. Want ik ben op dit moment bezig met alles een leuk plekje geven. En die spiegel heeft al een plek. Dus dan moet je daar zeker even naar kijken. Dan ook drie dingen die ik vorige week heb gekocht. Dus daar heb ik even de prijsnummer van, maar ik dacht ik laat die wel zien. Dit zijn de hangers die ik altijd haal. Als je mij volgt weet je dat. Mijn fluwelen hangers, die zijn echt top. En ik had nog deze gekocht een tijdje terug, maar ik zag ze gisteren weer. Deze wilde ik steeds gaan testen, maar ik wist niet precies waar en wanneer. En ik heb ze nu ook al zo vaak voorbij zien komen op YouTube. Dus wil je zeg maar zien hoe deze paletjes zijn, ondanks dat er al veel reviews van zijn? Laat het even weten, dan doe ik dat in mijn weekvlogs. Ga ik het in mijn weekvlogs testen. Maar het zijn hele mooie highlighter paletjes. En ze zien er echt super tof uit. Dus. Dan kocht ik dit. Rocky Rice Coconut Rice Bar. En ik had vanochtend echt getrekt, dus ik heb er al eentje van gegeten. Het is eigenlijk gewoon gepofte rijst met een laagje eromheen. En ik vind het eigenlijk nog best veel calorieën, 93 voor dit, want het is echt lucht. Maar volgens mij was het maar een euro, dus ze zijn best wel chill. Ik heb er nog eentje van en dat zijn deze. Ik maak deze wel even open, ik heb toch een beetje trek. Het is wel chill, 5 voor een euro, het is echt top. Ik vind ze wel echt heel lekker. Ja, ik ben blij dat ze gekocht heb. Dit is glutenvrij. Dus toppie. Dan kocht ik, ik ga er niet te lang over praten steeds. Want het liefst doe ik dat. Maar van Chili. Want het is best wel een chill merk. Maar dit zijn dus haarverwijderingstrips. En die zijn zelfs effectief op korte haartjes. Dus ik dacht, deze wil ik wel een keertje proberen. Dan heb ik twee lampjes. 53 watt en 28 watt. Deze zijn volgens mij een euro en die zijn gewoon top. En we hadden lampjes nodig. Dan heb ik twee hairbands. Die waren 2 euro. Ik zeg nu soms ook de prijzen die ik heb onthouden. En die roken vooral heel erg lekker. En ze zien er super cool uit. Van Xavier. Xavier. Super. Ik heb jeuk. Retro. En dit is een hair and body butter van Cocoa Butter. En hij ruikt heel erg lekker. En dit is een hairbalm. Coconut oil. Maar volgens mij zit er echt wel meer in dan alleen kokosolie. Want ik had eraan geroken en ik heb zelf kokosolie. En dat is toch wel anders. En het heeft een, alleen al voor de geur wilde ik ze hebben. Dit is echt kokos en chocola. En het ruikt echt heel erg lekker. Dus ik ben heel benieuwd wat dit voor mijn haar gaat doen. Ze zien er zo leuk uit. Ik moest ze gewoon even meenemen. En oh, dit is heel dun. De, voor je haar. Echt heel olieachtig. Ik denk dat als je hier, dat je hier maar een klein beetje van nodig hebt. En dat het net lekker is om een beetje je haar ja, wat zachter te maken. En wat verzorging te geven als het droog is. Ik denk dat dit wel echt van pas gaat komen. En hier doe je volgens mij mega lang mee. Dan zag ik deze gezichtmaskertjes. En dit zijn leave-on cream masks. Tegenwoordig zie je steeds vaker van die cupjes. Ook bij gewoon H&M en Hema en zo volgens mij. Maar dit moet je dus echt op je gezicht laten. Dus als het fijn is, dan ik vertrouw de Action spullen op zich wel. Ik weet niet, ik denk gewoon 's avonds. En dan trekt het helemaal in. Fully absorbed by the skin. No need to rinse. Ik ben hier heel benieuwd naar. Van alles waar ik benieuwd naar ben, moet je het zeggen. Want ik weekvlog en daarin kan ik het allemaal testen. En ik test heel vaak maskertjes. Dus. Dan ook dit mega schattige maskertje.
Die ziet er zo leuk uit. Ik moet zeggen dat ik nog wel heel veel sheet masks heb liggen die ik nog moet testen. Maar elke keer als ik ze zie en het is zo goedkoop, dan kan ik het gewoon niet laten liggen. Ik heb er nog één. En dat is... Oh ja, ik had er hier twee van gekocht. Want ik vond het ook heel leuk als je een pakketje samenstelt voor iemand of zo en je doet deze erbij. Een panda. Super schattig. Ziet er ook echt zo uit. Weet je wel, dat zo'n Chinese spulletjes en zo. Meestal is dat heel erg duur en dit was maar 60 cent. Dus ik vind het heel leuk. Tenminste, duur als je het in Nederland wil krijgen. Dan heb ik tampons. Want ik dacht, oh, die zijn best wel goedkoop hier van OB. En ik heb hele leuke kaarsjes. Ik ben binnenkort jarig. Ik weet nog niet of ik het ga vieren. Maar deze waren ook mega goedkoop. En ik vond deze zo ontzettend leuk. Ze hebben volgens mij elke zomer hebben ze van die ananasjes, cactusjes en flamingo dingetjes. Maar die kaarsjes had ik nooit eerder gezien. Ze zijn echt super schattig. Dan wel één schoonmaakproduct. Deze heb ik in mijn klas staan. En hij is heel erg fijn. Het is best wel een natuurlijk schoonmaakmiddel. En ik krijg hier echt alles mee schoon. En ik vind hem er alleen al geweldig uitzien. Dus ik heb hem gewoon nu nog een keer gekocht. En ik heb raw bars. Vegan raw bars. Banana en hennep. Coconut en chia. En cocoa en goji berry. En eigenlijk is het natuurlijk voor jullie wel leuk als ik er nu eentje ga proeven. Oké. 107 calorieën per bar. En dit is echt wel heel goedkoop. Want dit soort bars zijn vaak toch wel 2-3 euro. Gedroogde dadels, gedroogde banaan, rauwe amandelen, hennep, eiwit, lijnzaad, havernoten, agavesiroop en geconcentreerd druivensiroop. Dus er zit wel echt siroop door. Dat vind ik altijd een beetje dat ik denk, hoeft niet. Maar ja, het is echt zo'n samengeperste. Hij is wel prima. Als je zeg maar vaak dit soort... Oh nee, heb ik allemaal zaadjes in mijn tongen. Als je vaak dit soort bars koopt, dan is dit wel een tip. Want het was echt veel goedkoper. Dan een masker die ik al vaker had gezien en heel graag wilde testen. Ik had hem ook bij Rebecca gezien, maar ook in de Action. Is een bubble mask. Er zitten 3 stuks in. Die ga ik sowieso wel in een weekvlog testen. Super leuk. Ik ben benieuwd hoe erg die gaat bubbelen. Ik weet het niet meer zo goed van Rebecca de video. En ik ben echt wel heel lang op zoek naar goede sokjes. Want ik draag dus heel vaak in van die creepers en zo. Draag ik geen sok omdat het er niet uitziet. Maar dan gaan ze gewoon stinken. En elke keer als ik sokken koop, zakken ze af. Dus ik hoop dat deze misschien wel goed zijn. En we hadden een spiegel in huis die roze goud is. En ik zei, laten we hem anders gewoon zilver spuiten of zo. En toen liep ik hier tegenaan een chroomspray. Ik weet nog niet of ik het echt ga doen. Want je moet alles weer gaan afdekken. Maar misschien op het balkon of zo. En sowieso wel leuk. Het was echt €1 of €2. Om dat een keer te testen. Om gewoon dingetjes te spuiten. En dan is het weer als nieuw. Oh, ik heb deze ook gekocht. Ik vond het gewoon heel mooi. Dit is mintgroen. Het is een verfspray. En hij was maar €2 of zoiets. En in 10 minuten is het droog. Voor indoor en outdoor. Nu moet ik even met Ruben overleggen. Maar misschien is het wel leuk om hier iets mee op te spuiten. I don't know. Als je daarvoor tips hebt, laat het even weten. En dan nu echt wat grotere dingen. We hadden dus bij Decenio lijsten mogen uitzoeken. En toen liep ik door de Action. Toen zag ik ineens hoeveel... Oh, dat heb je trouwens nog niet eens gezien. Maar hoeveel lijsten ze daar ook hebben. Dus ik heb daar een witte lijst gekocht. En de poster die hierin zit is al best wel leuk. Maar volgens mij wilden we nog een witte lijst erbij. Omdat ze best wel... Ik weet niet meer precies waarom. En ik heb straks nog meer daarvan. Ik heb ook nog dit. Een wooden wall rack with metal. En deze vind ik heel vet. Maar hierbij ga ik ook gewoon even wachten. Ruud is nu een weekendje weg. Waarom gaan hangen weet ik niet. Maar ik vind dit gewoon heel erg tof. En we zijn echt een beetje bezig met ons huis oppimpen. Dus ik vond deze er heel erg goed bij passen. En bij deze weet ik ook nog niet waar hem gehangen. Maar ik weet dat we een tijd lang echt op zoek waren naar een goede kapstok. En we het niet steeds niet konden vinden. En deze zit los. Moet ik even aandraaien of zo. En toen zag ik deze. En ik vind deze wel heel vet. Dus. Meer hoef ik er niet over te zeggen. En ik heb al een draadstaalstelsel dingeslamp. En ik hou er echt van. En toen zag ik deze. En onze lamp was kapot gevallen. Hier achter mij is de vensterbank. Dus deze wil ik daar gaan zetten. Met zo'n gekke lamp erin. Ik vind hem helemaal leuk. En ik heb er ook in mijn batterij. En die staat boven mijn bed. Maar dit is gewoon met een kabel dus top. Dan voor in mijn klas. Want ik ben dus juf. 2 mega placemats. Want ik heb zo'n instructietafel. Daar zit ik vaak aan te knutselen met kinderen. En ik dacht als ik gewoon 2 van deze neerleg. Is de tafel al bijna bedekt. En wordt de tafel niet vies. En ik vind hem hartstikke schattig. Dus die. En dan heb ik nog een kleine lijst. Deze vond ik wel vet. Een soort van chroom. Grijs-zwart-zilver effect lijst. Superleuk. En wat echt misschien wel het leukste is van deze hele video qua tip.
is dit. Volgens mij is het echt nieuw. Ze hebben dus gewoon voor, volgens mij, €1. Ik snap, hoe kan dat? 17 posters. Ze hadden heel veel. Ook wat kinderlekkere. En dat vind ik heel leuk. Maar daar moet ik wat een beetje van af van mezelf. Gewoon een hele set met zwart-witte. En een hele set met planten. En ik ga er wel even eentje openmaken. Want het is echt... Ik denk dat heel veel mensen blij zullen zijn met deze tip. Hoop ik. Toen ik het zag, dacht ik echt... Wow. Als dit mooie posters zijn... Dan is het echt fantastisch. Een hele mooie met een leeuw. Ja joh. Dat is hartstikke mooi. Kijk dan. Super vet. Hier ben ik echt heel blij mee. Dit zie je allemaal in mijn weekvlogs. Want deze video wordt anders gewoon te lang. En ik weekvlog. En daarin doe ik dit. Dus kijk die weekvlogs vooral. En als je geabonneerd bent op mij, krijg je een melding. Ik plaats altijd in het weekend een zitvideo. En door de week een weekvlog. En over 2 weken, denk ik, zie je dit. Denk ik. Maar daarom, als je abonneert, krijg je een melding. En als laatste heb ik, want wij hebben dat steeds niet... Een bench, of noem je dit? Nee, Bobby, je gaat nu niet op de tafel lopen. Deze is voor jou. Voor onze katten als ze naar de dierenarts moeten. En die zijn best wel prijzig volgens mij normaal. Of €20. En deze was 6. Dus die ga ik even nog in elkaar moeten zetten. Heeft hij een roze deurtje? Hij heeft een roze deurtje. Kijk maar, plaatje. Helemaal leuk. Dus ik hoop dat ik er lekker een beetje snel doorheen ben gegaan. En dat jullie er inspiratie uit hebben kunnen halen. Heel erg bedankt voor het kijken. Doe zeker even je duimpje omhoog als je het leuk vond. Dat zou ik heel erg waarderen. En vergeet dus niet mijn video's in de gaten te houden. Om dit allemaal te zien in mijn huis. En alle make-up dingen en maskertjes getest. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot bij de weekvlog. Of anders in het weekend bij weer een zitvideo. Doei!